Mode heeft heel erg zijn waarde verloren en daar wil ik iets tegen doen. Waar ik me heel erg op richt is de manier waarop kleding eigenlijk medieert tussen je lichaam en de omgeving. Bijvoorbeeld een t-shirt waar zonnecellen geïntegreerd in zitten, zodat je middels je kleding energie kan opwekken, maar ook bewuster wordt van je omgeving, van het licht en van de energie die je genereert. Ik heb een shirt ontworpen, Phototrope. Dat is een hardloopshirt waar verlichting in zit, zodat je 's avonds goed zichtbaar bent. Maar we hebben daar ook een app bij ontwikkeld, zodat je als trainer eigenlijk de shirts van verschillende hardlopers in een groep kunt bedienen. Dat licht wordt eigenlijk een visuele taal tussen die hardlopers. De technologie wordt heel vaak als iets functioneels gezien. Als ontwerper zie ik juist het belang ervan om het als materiaal te zien. Want ook dan krijgt het een esthetiek. En dan kun je het ook echt gaan dragen en kan het onderdeel worden van je dagelijkse ervaring van mode. Mijn naam is Paulien van Dongen. Ik ben modeontwerper en onderzoeker.